Bij mij in de auto, Frank de Boer, na de nederlaag van gisteren tegen Dordrecht, lijkt de crisis bij Ajax compleet. Frank, je bent totaal niet in de mood om überhaupt hierover te spreken. Waarom is dat? Ja, heb ik al gezegd. We hebben gewoon geen zin in. Er is genoeg gezegd gisteren, ook bij de NOS. Daar heb ik nu gewoon geen zin in. Ja, geen zin in. Wij journalisten hebben het recht op een fatsoenlijke uitleg natuurlijk. En denk ik ook de supporters. Wat ging er nou mis gisteren? Ja, in principe niks, maar ik hoef daar nu niet over te praten. Dat wil ik ook niet. Ik wil eerst met het bestuur om de tafel... Waarom moet je met het bestuur om de tafel? Ja, het is op dit moment niet best. Maar ik wil het er nu niet met jou over hebben. Ik bedoel, we hebben genoeg dingen gezien gisteren die niet goed gingen. Dus die wil ik... Die moet ik eerst maar eens op tafel leggen bij het bestuur. Zin speel je hiermee op misschien op een vroegtijdig ontslag daar gisteren? Nou, ja, maak ik mee. Ik bedoel, ik heb er gewoon geen zin om nu over te hebben. Ja, Frank, dan heeft het ook niet zoveel zin om nu door te praten. Nee, misschien niet. Dan moeten we misschien ophalen en een andere keer verder gaan, dat weet ik niet. Nou, ik stel voor dat we dan stoppen. Frank, dankjewel. En dan maar terug naar de studio, Tom, naar jou.